Wie verdient een taart wordt mede mogelijk gemaakt door HEMA. HEMA wordt 90 jaar en ik bedoel, dat is wel echt tijd voor een feestje. En met wie kunnen we HEMA's verjaardag nou beter vieren dan met de helden van Nederland? En daarom breng ik gewoon elke week een slagroomtaart naar iemand die het echt verdient. En wie volgende week een slagroomtaart verdient, bedenk ik gelukkig niet alleen. Dat mag de held van deze week doen. Let's go! Wat is daar? Mirjam is de heldin van deze week en ik ben heel benieuwd hoe ze gaat reageren. We gaan even kijken of ze thuis is. Kom je mee? We staan nu voor de deur en ik ga nu aanbellen. Ik hoop echt dat ze thuis is. Even kijken. Oh ja, ze komt eraan. Oh god. Hi Mirjam. Hallo. Wij mogen namens HEMA en Linda TV mogen we jou een HEMA-taart aanbieden. Kijk eens, alsjeblieft. Mirjam, jij hebt ook echt iemand best wel blij gemaakt. En hoe zit dat eigenlijk precies? Ik ben met een meneer naar het strand geweest. En... Je hebt hem ontmoet bij een bushalte. En hoe ging dat eigenlijk? Hoe begon je het gesprek? We stapten dezelfde bus in. En ik had een tas met de tekst erop. Love yourself first, in het Arabisch en in het Engels. En die meneer die begon over de statement dus. En zo raakten we aan de praat, zeg maar. Toen gaf hij aan... Van, ben je wel eens in Bloemendaal geweest? Zei ik, nee. Zei, oh, dat moet je echt doen, dat is echt heel mooi en het is echt... Toen zei ik, oh, oké. Okay. Toen zei je, zullen we gaan? Ja. En waarom vind je het eigenlijk belangrijk dat mensen dit doen? Want ik denk dat ouderen, dat zijn de mensen die de maatschappij dragen. Die hebben dit opgebouwd, wat wij nu hebben. Die hebben voor ons gezorgd, die hebben ons grootgebracht. Dus ik denk dat de mensen zijn waar wij allemaal voor zouden moeten zorgen, ook weer op onze plek. En dat doe ik met alle liefde. Ik denk dat ik wel weet waar de mensen zijn die dit zullen waarderen. En waar is dat? Want je gaat het uitdelen? Ik denk het bejaardentehuis hier. En het verhaal wat uiteindelijk zo groot is gemaakt, daarin stonden de ouderen centraal. Dus ik denk dat het meer een cadeautje voor de ouderen is dan voor mij, zeg maar. Ik vind het zo lief. Maar jij bent de heldin van deze week dus. En daar ben ik ook super blij om. Alleen jij mag nu een held of een heldin. Mag jij van volgende week mag jij kiezen. Heb je al een idee? Ik ken heel veel helden, dus ik denk dat niet heel makkelijk zal gaan. Maar laat het daarover nadenken. Ja, tuurlijk. Dan laat je het ons weten wie het wordt. Oké. Okay. Promise? Oké, top. Nou, Mirjam blij, ik blij, iedereen blij. En heb jij nou ook een held die een taart verdient? Ga dan even naar www.lindanieuws.nl/HEMA90. En wie weet gaan we daar langs. Ciao! Wie verdient een taart werd mede mogelijk gemaakt door HEMA.